Tegenwoordig heb je stoffen in het water zitten waarvan we niet zo goed of enigszins een beeld hebben van wat het op langere termijn met de volksgezondheid doet. NWO-domein TTW financiert alleen excellente wetenschap. Dus we kunnen deze wel beschouwen als grensverleggende, excellente onderzoeken. Ik ben Luc Rietveld. Ik ben professor op de afdeling watermanagement van de TU Delft. Ik ben hier bij NWO omdat wij een project hebben over Compounds of Emerging Concern. En wij hebben één project binnen dat programma. Ons project gaat over het adsorberen van die compounds in op zeolieten. En het idee daarbij is dat we heel specifiek deze verbindingen kunnen targeten. Een zeolieten, dat is eigenlijk, het kan een natuurlijk product zijn, maar het kan ook een artificieel product zijn. En dat zijn eigenlijk hele kleine korreltjes waar allemaal een structuur in zit die, met poriën, waar deze stoffen in kunnen en voor de rest heel robuust is. Actieve kool heeft last van allemaal andere stoffen, humuszuren, die ook op die actieve kool adsorberen. Maar bij zeolieten zou dat minder zijn, waardoor er veel meer ruimte is om die microverontreinigingen te verwijderen. Actieve kool wordt nu gegenereerd met heel veel hitte en dat vergt erg veel energie. Maar wij denken dat we die zeolieten kunnen regenereren bijvoorbeeld met een oxidant of een andere vloeistof. Nou, de grootste uitdaging is aan de ene kant om te kijken van welke zeolieten kunnen die bepaalde stoffen verwijderen. Moet je misschien mixen van zeolieten gebruiken om alle stoffen te kunnen verwijderen of een heel groot deel. Kunnen we ook van die zeolieten korrels maken, waardoor het ook in de reactor kan. En krijgen we het ook goed geregenereerd. Waar ik het meest naar uitkijk is inderdaad dat het gaat lukken zoals we het nu hebben bedacht. En daarnaast ook inderdaad dat het in de praktijk kunnen laten zien dat het kan werken. Dat zou je zomaar next generation kunnen noemen.